Hallo, daar gaat het goed. Mijn naam is Robert. In deze mandolineles gaan we het liedje Hallo allemaal leren spelen van Juf Ank uit de zeer populaire Nederlandse tv-serie De Luizenmoeder. Juf Ank wordt echt op grandioze wijze neergezet door actrice en medeschrijfster van deze serie Ilse Warringa. Het liedje, geschreven ook door Ilse Warringa, heeft helaas maar 4 regeltjes, want ja, het was onderdeel van het verhaaltje van de allereerste aflevering uit de serie. Juf Ank zingt het dan ook zonder enige muzikale begeleiding. Inmiddels heb ik er een beetje gitaarmuziek bij gearrangeerd. En we gaan dit blokje 2 keer spelen, zodat we toch het idee hebben dat we een volledig liedje spelen. Voor we beginnen met ons lesje wil ik nog even zeggen dat we een heel uitgebreide website hebben. Robert Rocks de Mandolin. Daar kunnen we van alles vinden. Speelschemaatjes, akkoordjes, uitgeschreven solootjes, noem het allemaal maar op. Alles om je te helpen met deze videolesjes. Mijn vrouw Cecilia maakt het allemaal netjes aan op printbare pdf's. Dus bezoek onze website een keertje, zou ik zeggen. Omdat we het hier hebben over een oer-Nederlandse aangelegenheid, ga ik dit lesje nog gewoon lekker helemaal in het Nederlands doen. Geen moeilijk gedoe met Engelse taal of wat ook. En we gaan het blokje spelen, daar gaan we. En dan leg ik uit hoe dat het een beetje in elkaar steekt. Dat is het eerste blokje. Hoe gaan we dat spelen? We beginnen met de eerste regel. We beginnen met een A-akkoord. Dat is 3 tellen, maar we doen maar 2 neerslagjes. 1, 2, 3. Dan krijgen we een A6-akkoord. Houd de wijsvinger vast op de tweede positie, als barré, op alle snaartjes. Dan de ringvinger op de vierde positie, D-snaar en pinky op de vierde positie van de A-snaar. Dat is een A6, een opslagje. Eentje. Dan gaan we terug naar het normale A-akkoord. 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Dat is omlaag, omhoog, omlaag, omhoog. Dan krijgen we een D-akkoord. 3 tellen. Dat is met 2 neerslagjes. 1, 2, 3. D6, 2-akkoord. Bezoek onze website, daar kunnen alle akkoordjes vinden om deze om dit liedje te spelen. Deze is 2, dat is 1 opslagje. En dan gaan we terug naar het normale akkoord, 4 tellen. En dat is weer omlaag, omhoog, omlaag, omhoog. 1, 2, 3, 4. Zo, het eerste regeltje van dit eerste coupletje nog een keer, daar gaan we. Tweede regeltje van dit coupletje. E-akkoord, 4 tellen. 1, 2, 3, 4. En dan krijgen we Cis mineur, 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Fis mineur, 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Een B7-akkoord, 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Regeltje 3 van dit coupletje. Dat is precies hetzelfde als het eerste regeltje. A-akkoord, 2 neerslagjes. 1, 2, 3. A6, opslagje. Terug naar A. 1, 2, 3, 4. D-akkoord, 1, 2, 3, D's 2, A-akkoord, 4 tellen, 1, 2, 3, 4. Vierde regeltje van dit coupletje, Fis mineur, 4 tellen, 1, 2, 3, 4, Cis mineur, 4 tellen, 1, 2, 3, 4, D's 2, 2 tellen, dat is omlaag, omhoog, dan open D-snaar aanslaan. Ringvinger op de zesde positie van de G-snaar, de bovenste snaar. A-akkoord. En in plaats van 1 keer aan te slaan om het liedje te beëindigen, slaan we het A-akkoord 4 tellen aan. Want we gebruiken het A-akkoord als koppeling om dit blokje nog een keer te spelen. Dus 4 tellen. 1, 2, 3, 4. Zo, nog 1 keer dit hele regeltje van dit eerste coupletje. We beginnen met Fis mineur. Daar gaan we. 1, 2, 3. Tweede coupletje, hetzelfde blokje, helemaal nog een keer. Spelen we precies hetzelfde, alleen in de laatste lijn doen we een klein beetje anders. Maar dat leg ik dan wel uit. We beginnen maar gewoon helemaal vooraan. Hier, tweede blokje.
Dat was het tweede blokje. Regeltje 1, 2 en 3 spelen we exact hetzelfde als in het eerste coupletje. Het laatste regeltje van het tweede coupletje. Fis mineur. Vier tellen. 1, 2, 3, 4. Sis mineur, 4 tellen. 1, 2, 3, 4. D, sus 2. 2 tellen. Omlaag omhoog. Open D-snaar. Ringvinger, zesde positie G-snaar. En dan als slotakkoord, één neerslag op het A-akkoord. En terwijl we die laatste lijn spelen, aan het einde vertragen we om naar het einde toe te werken. Dus regeltje 4 van dit tweede coupletje nog een keer. We beginnen met Fis mineur. Op deze manier. Dat is het hele liedje Hallo allemaal van juf Ank. Een beetje uitgedokterd en muzikaal wat aangekleed. Leuk lesje om te doen. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik wel. Ik vond het hartstikke leuk om te doen. Weer een uitdaging om een liedje helemaal uit het niets een beetje op te bouwen. Zo. En ik hoop jullie volgende keer allemaal weer te zien. Bezoek onze website, Robert Ockers en Mendelin. Wees een beetje voorzichtig allemaal. Tot ziens. Tot kijk. Houden we hem bedankt op zijn Brabants. En waf van onze Joost.